meisjes en jongens, hier ben ik nog een keer. Ja, sorry hoor, het is de laatste keer dat we in het vertelkot zitten met reizend poppentheater Sloef voor de bib van Utopia Aalst. Omdat reizend poppentheater Sloef 40 jaar bestaat. Maar kijk nou, daar is mijn vriendinnetje Dorientje vanuit mijn klas, zo lang geleden dat ik die nog eens gezien heb. Hé, hey, Sloefke, hoe is het met jou? Oh, stop. Ah ja, we moeten afstand houden, hè, meisjes en jongens. Ah, zeg, ik haat het. Ja, maar het is om dat virus klein te krijgen, hè, die coronadinges. Ja, ik kan dat woord niet meer horen, Sloefke. Wacht, ik heb voor jou een verrassing. Ah ja? Oh, dat is leuk. Maar waar zijn we hier eigenlijk? We zijn hier aan het Toedeloedeloe Museum. Dorientje? Ja, dat stond hier toch vroeger niet? Nee, maar de tovenaar had het getoverd, omdat het jeukboekenmaand was. Maar ja, dat viel nu ook in het water. Maar museum, daar staan zo oude dingen in, en kunst en zo. Ja. Onder andere hier deze pop van het Stadspoppentheater van Aalst moet nog in het museum. Die hebben we gekregen van Luc Dazen van Theotre Rabajour. Ook een stadspoppentheater. Maar dan wel voor grote mensen. Echt? Komen dan grote mensen naar dat theater kijken? Ja. Poppentheater voor grote mensen? Inderdaad, maar dan in het Aalsters. Maar zeg, Sloefke, die poppen ook daar juist. Ja, dat is de bedoeling, hè, dat poppen bewegen. Zeg, zal ik maar met mijn verhaaltje beginnen? Maar eerst gaan we toveren. Ah ja, waarom? Omdat we dan de prenten boven ons hoofd zien. De kinderen weten het al. Oh, dat wil ik zien, Sloefke. Hoe doe je dat dan? Met de toverspreuk van tovenaar Toedeloeloe. Hocus pocus pats, ik wou dat er een prentje was. Oh, dat is niet moeilijk. Mag ik tellen? Jij mag tellen, Dorientje. 1, 2, 3. Hocus pocus pats, ik wou dat er een prentje was. Oh, het gaat over Floor. En haar piano. Het is te zeggen, haar piano les. Zal dat goed aflopen? Ik denk het wel, Dorientje. Hier komt een verhaaltje voor jou, speciaal. Dankjewel, Sloefke. Elke woensdag heeft Floor pianoles. Oh, in de academie, dat is ook in de bib van Utopia, hè? Inderdaad. Je flento zingt de noten voor en Floor, arme Floor, zit op haar pianokrukje. Ah, dat is zo'n stoeltje, hè? Ja. Floor maakt geluid, maar geen muziek. Oei, gaat het niet goed? Nee. Tekenen, dat vindt ze pas fijn. Later wil ze schilder worden. Sst, niets verklappen, want papa is pianist in de opera en hij vindt tekenen maar niks. Oh, de papa vindt dat heel leuk. Oei. Als dat maar goed afloopt. Als Floor tekent, bromt hij nors. Hou op met dat krassen, heb je echt niks beters te doen? Iets leukers dan tekenen, dat bestaat niet voor Floor. Ah, ik doe dat toch ook graag, zo tekenen en schilderen bij. Oh ja, echt. Floor tovert een wereld op papier. Een paradijs van vrolijke kleurtjes. Je flento, die begrijpt het wel. Ze zegt, jouw papa is dol op zijn piano, maar jij krijgt er de kriebels van. Jammer dat je papa dat niet ziet. Ah ja, maar de juf heeft wel gelijk, hè. Papa ziet niet zo goed. Ah, nee? Daarom draagt hij ook een bril. Wat is die piano zwart en saai, vindt Floor. Floor kan hem heel vrolijk maken. Oh ja, met rode klaprozen bijvoorbeeld. Ze gaat dadelijk aan het werk. Het wordt een feest van kleuren. Als papa het ziet, krijgt hij ook kleur. Eerst groen, dan rood, dan paars. Maar het wordt helemaal geen feest. Papa is woest. Floor moet meteen naar bed. Woest? Dat is meer dan gewoon boos, zeker, hè? Ja, dat is heel boos. Floor moet meteen naar bed. Zonder eten, zonder drinken. Zonder dessert. Zonder dessert. Dat vind ik nog het ergst van al. Zelfs geen kusje. Zelfs geen kusje.
Arme Floor. Inderdaad, arme Floor. Woensdag heeft Floor weer pianoles. Juf Flento troost haar met een liedje. Floor, je papa houdt van jou, hoor. Hij wil gewoon dat je beroemd wordt. Hij heeft grote plannen met jou. Maar als Floor dat nu niet graag doet, zeg. Wel, Floor heeft ook een groot plan. Oh, goed zeg. Weg met dat prutspapier. Ah ja, tekent ze niet meer graag. Jawel. Vanaf nu tekent ze alles in het groot. Goed gevonden van die Floor. Floor schildert bomen, vogels en bloemen. Ze klimmen vanzelf uit haar penseel. Floor is in de wolken met haar schilderij. Ook in de cloud? Nee. Ik bedoel, ze is gewoon heel blij met haar schilderij. Ah ja. Een echt schilderij op een groot doek. Maar papa, die vindt het weer niet goed zeker. Inderdaad, die denkt er anders over. Hij kijkt en kijkt naar de muur. Zijn mond valt open, zijn tanden knarsen, zijn haren komen recht overeind. En dan barst hij los. Oei, weer boos, weer woest. Klop, klop, klop. Oei, wie klopt daar? Het is... Ah, ik weet het, Juf Flento. Inderdaad, Juf Flento. Ze wil met papa praten. Dat komt goed uit. Met papa praten doet Floor nu liever niet. Juf Flento zegt... Meneer, het spijt me zeer. Floor heeft geen muziek in haar vingers. Dat vind ik dus ook, hè. Als je het niet kan en je moet het doen. Ze krijgt alleen maar valse noten uit haar piano. Ze zou willen stoppen met de piano spelen en met de les. Oei, de papa. Papa's droom springt stuk. Hij zag Floor al met haar piano in de opera. Oh ja. In Frankrijk, in Oostenrijk, zelfs in Amerika. Maar waar is Floor? Floor staat bij het bos in haar kamer. Juf Flento kan haar ogen niet geloven. Wauw, wat prachtig! Inderdaad, dat zegt Juf Flento ook. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Weet je, jij hebt kunst in je vingers. Vanaf nu gaat Floor elke woensdag naar de tekenles in de academie. Ze mag schilderen zoveel ze wil. Papa zegt trots, je bent een artiest. Misschien word je toch beroemd. Maar anders dan ik dacht. En hij speelt een deuntje. Op zijn piano, vol bloemen. Echt? Oh, dan heeft hij het begrepen eigenlijk. Ja, Dorientje, zeg maar, wat ik afvraag. Heb jij nou je boekentas op je rug? Ja, maar ik heb er wel een fluwe jasje aan getrokken, hè? Zo overgetrokken. En ik heb er ook mijn fietshelm op. Het is toch in school? Nee, maar ik ben wel aan het oefenen om te fietsen. Als de scholen weer open gaan en het is goed weer, dan ga ik met mijn fiets naar school. Fietsen maar. Sneller is een maar. Fietsen doe ik toch zo graag. Dat geloof ik. Oei, dag Kwiebus. Oei, onze Kwiebus. Oh, die gaat niet blij zijn. Maar zeg dat het niet waar is, hè. Heb je een verhaaltje verteld zonder mij? Je hebt het nogthans beloofd. Maar Kwiebus, je kan nu toch niet klagen, hè. We hebben al heel veel verhaaltjes samen verteld. Vandaag was het eens voor Dorientje. Maar zeg, Maar Kwiebus, je kan toch nog alles beluisteren en bekijken? Ah ja? Natuurlijk. Ah ja, hoezo? Op het YouTube-kanaal van de Bib van Utopia. Echt? Maar kom, Sloefke, wat staan we hier nog te doen? Kom, we gaan naar YouTube.